De vooruitstrevende hervormingspartij, de VHP, die heeft op woensdagavond 26 september een informatiebijeenkomst gehouden te Abrabroki. Wij hebben een gesprek gehad met de voorzitter van de VHP, de heer Chandrika Prasad Santokhi. En we vroegen hem wat de bedoeling van deze weekvergadering zoals die in Abrabroki te Abrabroki is gehouden precies is. De bedoeling van deze vergadering is om de kernen te informeren over enerzijds het VHP-beleid, maar tegelijkertijd ook een stukje politieke evaluatie van het beleid van deze regering. En dit doen we elke dag in een andere buurt. Gisteren waren we te Welgedag B. Een dag daarvoor waren we te Kwarazang. En nu zijn er ook heel wat bijeenkomsten gepland, te Binnenspark, te Boksel, te Domburg. En in feite zijn we elke avond bezig om aan te geven dat de VHP met een nieuw beleid is gekomen, omdat we als VHP sterke structuren willen. We gaan de democratie verder opvoeren in de partij, middels de kernverkiezing. Maar ook nog de aanpassing van de structuren binnen de resorten, de structuren van coördinatie binnen de districten, de nieuwe programmapunten van de VHP, omdat we verschillende commissies hebben. Bijvoorbeeld, we hebben een diaspora-commissie die al de beleidscontouren ontwikkeld heeft voor de VHP, hoe een goed diaspora-beleid te ontwikkelen. En morgen ga ik richting Nederland om weer twee diaspora-conferenties daarbij te wonen. Omdat we als partij ons heel vroegtijdig klaar willen maken met alle beleidsissues die belangrijk zijn voor Suriname. Omdat we hiermee dan bij het verkrijgen van de regeerverantwoordelijkheid direct kunnen starten met de implementatie. Maar daarvoor moeten we eerst zorg dragen dat onze VHP-organisatie goed geïnformeerd wordt, de structuren sterk gemaakt worden, de partij groter gemaakt wordt, de partij nationaler gemaakt wordt. En dat is het doel, dat we vandaag op een te Abrabroki, wat niet gebruikelijk is, dat we dat doen. Maar zo gaan we naar alle buurten, bestaande buurten, maar ook nieuwe buurten. Ik heb begrepen dat het niet zo gemakkelijk is gegaan om deze vergadering te Abrabroki te houden. Ja, de locatie was een andere en we hebben in feite iedereen uitgenodigd. De locatie was ook al bekend, het adres was ook aangegeven. En de persoon waar de vergadering gehouden zou worden is in ieder geval benaderd geworden door regeringsautoriteiten. En gevraagd waarmee hij bezig was. U weet hoe het gaat, allemaal gesprekken die een soort intimiderend karakter hebben, waardoor die vergadering daar moest afgelast, zijn we hier naartoe gekomen. Maar dat geeft al aan, namelijk dat de regering gekomen is met een regeercultuur van intimidatie naar andere politieke partijen, met een stukje intimidatie naar personen die anders denken, die niet behoren tot deze regering. En dat geldt voor werknemers van verschillende ministeries, dat geldt voor ondernemers die op dit moment geen enkele gunningen krijgen van de verschillende ministeries. Maar dat geldt ook voor mediawerkers die niet regeringsgezind zijn, dat men een bepaalde intimidatiehouding naar hun aanneemt. Maar daarom is juist de kracht van deze vergadering dat we door zijn gegaan op Abrabroki, dat we de boodschap hebben gegeven, maar ook gezegd waarvoor de VHP garant staat. Want de VHP staat garant voor vrijheid, voor democratie, voor rechtsstaat, waar ieder zich vrij kan voelen, waar ieder op een eigen wijze, ongeacht politieke kleur, met een mening naar voren kan komen. En dat wij als partij juist proberen te stimuleren de verschillende democratische ideeën die er zijn in de samenleving. Omdat wij een land zijn gestoeld op democratische waarden, principes en normen, waarbij ieder de ruimte moet krijgen zich op zichzelf, op zijn eigen wijze te ontwikkelen. Omdat dat de kracht is van de ontwikkeling van een natie. Maar deze regering komt met een beleid waarbij delen van de samenleving uitgesloten worden, delen van de samenleving geïntimideerd worden. En aan de andere kant worden bepaalde mensen broedeloos gemaakt, omdat ze behoren tot een andere politieke partij. Reden genoeg als VHP om je bezorgd te maken, maar tegelijkertijd de zorg te delen met vele andere mensen. En ook de mensen oproepen om zich niet te laten intimideren, maar te gaan voor verandering van beleid. Ik heb vandaag ook gewezen op de kracht van een burger die een democratische kracht en macht heeft, want het is de burger die uiteindelijk beslist welke regering aan de macht is. En dat ze op basis van die macht en die kracht zo snel mogelijk een verandering moeten brengen aan de regering, omdat die niet in het belang is van land en volk.